Goedenavond, lieve mensen. Heel hartelijk welkom bij Creatief met Kurk. Een programma waarin we onze creativiteit de vrije loop gaan laten. En we gaan dit natuurlijk doen onder leiding van de man die daar alles van af weet, Peter. Hallo Peter, heel hartelijk welkom. Hi Ellen, dankjewel. Ja, we gaan weer spelen met onze creativiteit. Ja, Peter, het thema voor vanavond is eenzaamheid. Ja. Een moeilijk thema, maar ik denk ook wel een heel herkenbaar thema. Hoe gaan we dat aanpakken en eerst met wat voor materiaal gaan we werken? Als basismateriaal gebruiken we kurk. Kurk, waarom kurk? Omdat het een heerlijk basismateriaal is om mee te werken. Het is een heel veelzijdig materiaal, je kan er makkelijk aankomen. Ik denk zeker ook eenzame mensen, omdat die ja, relatief toch meer drinken. Inderdaad, ik denk dat eenzame mensen meer drinken om hun gevoelens te verdringen. Goed, Peter, wat gaan we maken vanavond? We gaan vanavond schilderijenlijstjes beplakken. Je ziet het hier. Je kan heel leuk een schilderijtje beplakken met kurk. Maar je kan ook heel speels een spiegeltje beplakken. Of een wat grotere lijst, zoals hier dit zwemdiploma-lijstje. Goh, enig, wat een hoop mogelijkheden. Nou, Peter, laten we lekker gaan beginnen. Met wat voor gereedschap gaan we dat doen? Wat heel erg belangrijk is, is het werkblad waar we op gaan werken. Een werkblad van 70 bij 60 centimeter. Zorg ervoor dat het een dik werkblad is. Want we gaan flink snijden met de mes. En lijm hebben we nodig. En verf of glittertjes om de rand te versieren. Maar daar kom ik later op terug als we het basisframe af hebben. Oei, Peter, wat een moeilijk woord. Basisframe. Ja, ik bedoel de lijst. De rand die we gaan maken. Als ik te snel ga, dan kan er altijd gekeken worden in het cursusboek. Goed, zorg er altijd voor dat je handen schoon zijn. En je pakt een kurk en het mes. En je gaat schijfjes snijden. Ja, Peter, je hebt dit fotolijstje meegenomen van thuis om te beplakken. Ja, dat is een lijstje wat bij mij op het dressoir staat. Leuke foto. Is het een vriendin van je? Ja, ja, dat is een vriendin die ik al heel lang niet meer gezien heb. Oh, lang niet lang gezien? Een jaar of vier. Ellen, let op dat je altijd van je afsnijdt, hè? Je moet met een scherp mes nooit naar je toe snijden, want het mes kan wel eens uitschieten. Ja, van je af. Ja. Hebben jullie ruzie gehad of iets? Ja, het is op een hele nare manier afgelopen. Goed. Ik heb al wat schijfjes in het voren gesneden. Ja, dit is zo'n in het voren gesneden schijfje. Hè? Dan gaan we nou plakken. We gebruiken als lijm nooit een lijm op een waterbasis. Nee. Maar we gebruiken deze synthetische lijm. Dit is een universele hobbylijm. Peter, hoe weet je dat je met een synthetisch lijmsoort te maken hebt? Ja, dat kan je niet zien. Je moet er altijd even aan ruiken. Altijd van je af ruiken. Nooit naar je toe ruiken. Je pakt een schijfje en je gaat dat op het lijstje plakken. Op de manier zoals je eigen gevoel dat ingeeft. Dat is natuurlijk voor ieder individu is dat anders. In mijn geval, als ik naar dit schilderijtje, naar die foto kijk, ja, dan roept het toch een heleboel. Zo, agressie roept het op, toch een bepaald gevoel van eenzaamheid. Eenzaamheid, Peter. Voel je je eenzaam? Ja, best wel eigenlijk, ja. Ik vind het fijn om dat op zo'n manier dat kan verwerken. Zoals je ziet, ben ik er nu naast gegaan. Ja, er zitten ja. Grote lijmklodden daar. Je kan dan het beste wat aceton pakken en een Q-tip. En dan met een Q-tip het weg te. Ja, dat gaat heel goed. Halen. Ja. Zo. Peter, als je je eenzaam voelt,
Heb je dan bepaalde activiteiten die je dan extra onderneemt? Ja, ik vind het altijd heel erg leuk om nieuwe dingen uit te proberen, wat ik met Kurk kan doen. Ik vind het ook heel leuk om een sportieve activiteit te ondernemen. Ja. Dat vind ik ook fijn. Of ik lees lectuur, of ik ga gewoon vroeg naar bed. Ja. En als je dan zo vroeg in bed ligt, kan je dan makkelijk de slaap vatten? Kun je deze even vasthouden? Ja. Als ik niet kan slapen, dan trek ik me altijd even af. En wat voor basismateriaal gebruik je daarvoor? Ik gebruik daarvoor altijd een papieren tissue. Gebruik ik daarvoor. Je kan ook het aan een rol, zit het ook tissuepapier voor als je heel veel moet. Je kan ook een katoenen zakdoek kan je gebruiken. En als je dat allemaal niet om handen hebt, dan kan je ook een sok pakken. En eromheen binden. Ja. En dan met heel veel creatieve gedachten kom je toch een heel eind. Nou, stel dat het lijstje helemaal beplakt is met Kurk, dan zijn we toen gekomen aan het leuke gedeelte. Ja, want dan komen we toe aan het versieren van het lijstje. Peter, je hebt hier een lijstje al in het voren beplakt. Het is een heel aardig resultaat. Ja, je kan natuurlijk versieren op allerlei verschillende manieren. Je kan een plakkaatverf gebruiken. Ik heb hier glittertjes gebruikt. Dat vind ik heel speels. Dat vond ik wel pas. Je hebt allerlei verschillende mogelijkheden om dat te doen zoals je dat wil. In het cursusboek staan ook nog een heleboel verschillende mogelijkheden aangegeven voor de mensen om hun creativiteit daarop te kunnen doen. Dat cursusboek kunt u natuurlijk bij ons bestellen, maar u kunt het ook aanschaffen in de wat betere doe-het-zelfzaak. Nou, dames en heren. Ik wou toch nog even zeggen dat het natuurlijk een hartstikke leuk idee is om zo'n lijstje aan iemand cadeau te geven. Ja, ik denk dat je heel aardig voor de dag komt met zo'n lijstje. Vooral als je er een foto van jezelf in hebt of een dierbare. Goed mensen, het zit erop. Heel erg bedankt voor het kijken. En Peter, jij voor al je aanwijzingen. Ja. We hopen dat u volgende week weer kijkt. Peter, waar gaan we volgende week mee werken? Volgende week gebruiken we als basismateriaal Kurk. Fijn, Kurk. Tot ziens.